President, we zullen eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen. U zit vandaag met uw regering precies een jaar aan. Kunt u in een nutshell aangeven waar u stond 16 juli 2020 en vandaag een jaar verder, wat is er in die periode gebeurd? Ja, 16 juli, een jaar geleden, hebben we een paar dingen gezegd. En dat kan je terugvinden ook in mijn toespraak. We gaan een crisis moeten beheersen. We gaan COVID-crisis moeten beheersen. We gaan ook de gevolgen van deze crisis naar de samenleving, die op zich ook zorgt voor een stukje sociaal-maatschappelijke crisis, beheersen. En tegelijkertijd zullen wij dan ook met de internationale gemeenschap een zodanige samenwerkingsrelatie gaan opbouwen, dat we ondersteuning krijgen in alle opzichten om het land op te bouwen. En we zouden het land samen opbouwen. Dat was het uitgangspunt. Waar staan we nu? Na een jaar. Die nationale financiële crisis, met name de financiële huishouding, is onder controle. Daar hebben we in ieder geval een positieve saldo nu. Op maandbasis. Op basis van de positieve saldo kunnen wij ook de salarisverhoging geven. Kunnen wij ook die AOV verhogen en al die andere sociale voorzieningen. Maar tegelijkertijd kunnen we hiermee ook de schulden aflossen. De duizenden ressus van bedrijven, personen die goederen en diensten geleverd hebben. De leningen die we moeten aflossen, kunnen we dat doen. Dat is één. Een onderdeel van deze financiële-economische crisis, die schuldencrisis. Ik denk dat we nu een stadium hebben bereikt dat we zeer binnenkort een deal kunnen krijgen met onze internationale schuldeisers, zeker die bondholders, dat we gaan naar een herschikking. En op nationaal niveau zijn we al begonnen. Grote bedrijven die hoge schulden hebben, die hebben ook al een brief gehad dat we ook in Suriname met hun een herschikking willen treffen. En alle andere bedrijven, personen, die beginnen hun aflossing te krijgen. Dus dat is ook redelijk onder controle na een jaar. COVID, moet ik zeggen dat we enorm hard hebben gewerkt. En er is geen, kijk, voor een financiële crisis, daar kan je een blueprint hebben. Er is altijd een vergelijkbare situatie in de wereld, waar we met internationale bijstand, IMF, met een herstelprogramma, die het land weer onder controle kan krijgen. We hoeven niet eens ver te gaan kijken, hier in onze eigen regio hebben we Barbados en Jamaica. Maar voor COVID-crisis is er geen blueprint. Is nieuw. Je ziet alle landen hebben iets geprobeerd in de zin van beleid, in de zin van controle, in de zin van maatregelen, in de zin van vaccinatieprogramma, mobilisatie, bewustwording. En telkens zie je dat het opgelost wordt, dan zie je weer een golf, dan zie je weer een nieuwe variant binnenkomen. Nee, de wereld heeft het nog niet onder controle. Gelukkig hebben we vaccin. Vaccin is om de weerstand te verhogen, maar we hebben nog geen medicijn. En we zien namelijk hoe het gaat in de landen. Daar waar landen dachten dat ze eruit waren, zijn ze in een nieuwe dip terechtgekomen. Dus wij volgen de internationale ontwikkeling. Wij willen ook namelijk dat we as quick as possible voor die COVID-situatie onder controle moeten krijgen. En daarvoor hebben we medewerking van de samenleving nodig. Ik heb ook in mijn regeerteam en ook de minister van Volksgezondheid dit besproken. Moeten we niet kijken naar een onderministerie van COVID of een directoraat COVID en dat die minister van Volksgezondheid zich bezighoudt met volksgezondheidsbeleid. Want we zien dat die sector aandacht nodig heeft. Die sector is in onrust. Die sector heeft anderhalf jaar onder zware druk moeten werken. En nu begrijp ik dat die druk in feite gecompenseerd zal moeten worden. En veelal wil men compensatie in de zin van materiële voorzieningen. Als dat helpt, moeten we dat ook doen. Maar het gaat meer om dat er structureel beleid moet komen in die gezondheidssector. En COVID een aparte benadering moet hebben, ook vanwege het feit dat COVID gaat blijven. En die derde crisis, inmiddels hebben we vierde crisis gehad als gevolg van wateroverlast. Dat je ook moet beheersen. Ook de wereld heeft last van natuurrampen. Kijk nu maar wat in Europa nu gebeurt. Met hele zware overstromingen in de huizen van de mensen, op de wegen. Het gebeurt, maar daarvoor moet je een gepast antwoord geven. Dat hebben wij op onze wijze gedaan.
door maatregelen te treffen, infrastructureel, maar ook sociaal-maatschappelijk pakketten brengen naar die mensen thuis, omdat ze het nodig hadden. En voor wat betreft het sociaal pakket van maatregelen, los van die voorziening van AOV, gezins, huishouden, versterken, financiële bijstand en ook kinderbijslagverhoging, hebben we een pakket van maatregelen die meer een subjectsubsidie inhouden. Voor elektriciteit, voor water, maar ook alle personen die onder een bepaalde grens gaan komen, die grens moet vastgesteld worden, dat we die personen met een beleid, wat we noemen die financial inclusion, dat we hun in ons accountsysteem hebben en dat we hun met financiële bijstand gaan helpen. Door geld te storten en geen pakketten te kopen. Ik wil het wel. Ik doe het ja. Ik heb meegewerkt. Ik heb ook goedkeuring gegeven aan de distributie van pakketten vanwege een noodsituatie. Maar ik ben geen voorstander van pakketten. Dat heb ik bestreden voor die verkiezing. Daar sta ik nog steeds erachter. Maar als die nood zo hoog is en een sociaal pakket van maatregelen, dat structurele sociaal pakket van maatregelen nog niet in place is, dan moet ik inderdaad zorg dragen dat die voeding daar komt bij die doelgroepen die het hardst nodig hebben. Maar we zijn heel ver gevorderd om het sociaal pakket van maatregelen te implementeren. En als laatste, waar staan we nu? We staan aan de vooravond van de uitvoering van heel groot, breed, integraal herstelplan. Dit hebben we allemaal kunnen realiseren in enkele maanden met onze Surinaamse deskundigen, met goedkeuring van IMF. En dat wordt uitgevoerd. Dat is goedgekeurd door het parlement. Waar staan we nu? We staan nu als Suriname weer opgenomen in de wereld als een land dat vertrouwen uitstraalt, democratie heeft, goed functionerende rechtsstaat, maar ook namelijk participeert in wereldontwikkelingen. Als president heb ik zeker meer dan 15 virtuele bijeenkomsten al gehad op wereld vooraanniveau. Dat geeft al aan. En heel vaak als in ieder geval special guest of keynote speaker. Dat geeft ook aan dat er erkenning ook ontstaat voor leiderschap in Suriname. En nogmaals, de wereld is inderdaad opengegaan zoals we dat beloofd hadden. Waar staan we nu na een jaar dat we zonder financiële injectie van buiten, zonder financiële steun van buiten, projecten zijn aangevangen. Ons middelbare school, ons sportschool daar in het district Marowijne, ik heb die foto's eergisteren gezien, zijn heel ver, waardoor de opening, zoals ik gezegd had, op 1 oktober kan plaatsvinden. Waterproject in Marowijne loopt, waardoor december, zoals we dat gezegd hadden, we op die knop kunnen drukken, dat grote delen van Marowijne nu gezond en drinkwater heeft. Ons school in Parra, dat is enigszins vertraagd vanwege financiële problemen. Dat wordt nu besproken met minister van Onderwijs en Financiën, dat die middelen vrijkomen om het verder af te ronden, want ook daar is mijn target, 1 oktober moet het starten. We hebben een Nikeri elektrificatieproject, Marowijne elektrificatieproject. Saramaka hebben een groot landbouwproject opgezet, namelijk landbouwtrainingcenter, waar onze jongeren kunnen studeren. Om die richting te geven, namelijk dat naast die oil en gas en goud, die allemaal op gaan raken, allemaal natuurlijke hulpbronnen, wij duurzaam gaan investeren in ons mens, in de agrarische richting, zodat wij geschoolde jongeren kunnen hebben met moderne technologie, om die agro-industrie in Suriname op gang te brengen. 30 miljoen, ook met internationale instituten voor Nikeri, voor die agrarische sectorontwikkeling, waardoor Nikeri voor de komende jaren heel duurzaam ontwikkeld kan worden. Dat zijn concrete projecten voor gezondheidscentrum daar, Kwarasang gezondheidscentrum, Marowijne, daar heb ik niks gezegd. Maar inmiddels en vandaag, over enkele minuten, staat op agenda van de regering goedkeuring projecten van de regering die we in het tweede jaar gaan uitvoeren. En dat zijn projecten die we met eigen kracht gaan uitvoeren. De minister van Financiën kreeg opdracht om alvast te gaan sparen voor deze projecten. En tegelijkertijd die projecten uitvoeren in samenhang met het herstelplan, dat we direct gaan uitvoeren nadat de financiële middelen richting Suriname gaan komen. En dat kan heel gauw zijn. Wij verwachten de IMF approval komende weken. Ik ga niet praten over komende maanden, komende weken. En zodra die approval op board level plaatsvindt, gaan de storting
van die eerste tranche plaatsvinden. Want er mag geen verwijs zijn naar Suriname. We hebben die prior actions gehaald. Allemaal binnen 2 weken hebben we alle prior actions gehaald voor die deadline van IMR. Laatste is namelijk dat we een deal moesten hebben met betrekking tot de herschikking van de schuld. Namelijk op nationaal niveau, dat IMF en de bondholders ook geëist hadden dat we ook met de landen met wie we bilaterale samenwerkingsrelatie onderhouden en ook schuld hebben, dat daar ook een herkut moet plaatsvinden. Dat heeft geleid tot inderdaad wat spanningen, misschien niet naar buiten gekomen. Maar deze dingen moeten ook niet naar buiten komen, die moet je met stille diplomatie gaan oplossen. En het is heel lastig dat vanuit een internationale gemeenschap naar een bilaterale samenwerkingsrelatie druk komt. Dat je daar ook die herkut moet doen. En dat was zeer ongebruikelijk voor de landen. Het is nergens in de wereld dit nog gebeurd. Maar hoe bent u daarmee omgegaan? Veel overleg. Veel overleg. Ook, en ook naar IMF die vraag stellen van luister, oké, maar waar is dit eerder gebeurd in de wereld? En dan blijkt namelijk dat het nog nergens in de wereld is gebeurd. Maar dat had even geleid tot spanning in de relatie, in de bilaterale samenwerkingsrelatie hier, omdat men ervan uitging, luister, dit is bilateraal met wat we met elkaar hebben afgesproken. We zijn bereid te onderhandelen, we zijn bereid te herschikken en komen tot een oplossing. We begrijpen allemaal jouw financieel-economische situatie, maar dit, vanuit top-down, dat ging even te ver. Maar gelukkig is die eis losgelaten nu. Is losgelaten nu vanuit de internationale gemeenschap, maar wel verwacht men dat we van die landen die bereidwilligheid krijgen, liefst schriftelijk, dat ze gaan meewerken op board level bij die herschikking. En ook die approval. Dus in het IMF had men problemen met de wijze waarop Suriname die herschikking wilde aanpakken? Nee, kijk, die bondholders hanteert, er zijn internationale normen bij die herschikking. Het is niet iets voor Suriname alleen, er zijn internationale normen ontwikkeld. Namelijk dat je het in good faith moet doen, je moet het op een ordelijke wijze doen, je moet een vertrouwensbeginsel in acht nemen, je moet de internationale principes ook in acht nemen. Er zijn vertrouwen geweest op basis van een overeenkomst. Maar tegelijkertijd is er een gelijkheidsbeginsel. Als je van mij eist dat ik 70% moet inleveren als schuldeiser, hoe staat het met die anderen dan? En hoe staat het met die anderen in Suriname? Dus je moet niet alleen bij mij komen. Gelijkheidsbeginsel eist ook dat je bij die anderen ook moet komen. En daar is een klein beetje spanning ontstaan dat we inmiddels hebben opgelost. Zo zie je namelijk dat de banken die enorm veel schulden hebben, als daar die herkut toegepast zou worden, dat de banken zoveel procenten zouden moeten inleveren, zouden alle banken over de kop gaan in Suriname. Dus voor die banken is het een uitzondering gemaakt, dat het daar niet gebeurt. Maar voor alle andere grote ondernemers in Suriname, meer dan 100 miljoen schuld, die hebben allemaal inmiddels een brief gehad. Dat we ook met hun willen onderhandelen voor een herkut. Ze vinden het niet prettig. Inderdaad, het is niet prettig als je een schuld hebt met hoge rente en dat je plotseling hoort, nee, je gaat niet het totale bedrag terugkrijgen. Maar dat is die solidariteit die we wensen in deze crisisperiode. Alleen zeggen die bondholders, oké, we zijn bereid in die tijdlijn te kijken. Maar daar in 2025 heb je inkomsten. Dus ik wil die value recovery hebben op basis van die inkomsten. Toch? Want dan moet je me daar wel betalen. En wat zeggen we? Akkoord. Als die inkomsten zodanig zijn dat we daaruit wat zouden kunnen betalen met het achtnemen van de situatie op dat moment, met het achtnemen ook van onze financieel-economische positie, dan willen we het overwegen om daarover te gaan praten. Dat zijn die sinds constructies die ruimte creëren dat de bondholders moeten meewerken voor een grace-periode, dat we in deze periode niet betalen, maar daar wel betalen x bedrag en afhankelijk van onze olie- en gasinkomsten nog kunnen onderhandelen om dat verlies van jou daar te compenseren. Dat is in feite die geest geweest, maar we zijn eruit. Laat me dat zeggen. We zijn eruit met veel stille diplomatie, met veel onderhandelingen. Het is gelukt. Met Zoom-meetings op regeringsniveau met de landen. En we zijn eruit. En ik denk dat ook IMF niet zo ver is dat die boardmeeting kan plaatsvinden. Ik denk dat 29 juli de eerste meeting gaat plaatsvinden. En we doen harde lobby naar alle boardmembers. Harde lobby, dat zijn lidstaten. En harde lobby plegen wij. Ik heb afgelopen maandag in een videogesprek met president Bolsonaro
ook een verzoek gedaan voor die ondersteuning. Met Nederland, met Amerika, met Frankrijk, de Caribische landen, met China, met India. Alle landen die in de boord zitten, praten wij. Gisteren heb ik nog met een vertegenwoordiger van de Islamic Bank, een persoon van Saoedi-Arabië, nog gesproken. Want die zegt, Saoedi-Arabië zit ook in die boord. Ook daar vragen wij ondersteuning. Kortom, we doen alles. Dat daar, als Suriname op agenda komt, dat in ieder geval geen zware discussies moeten zijn, maar dat meer op basis van consensus, dialoog, lobbywerk, dat meer een hamerstuk moet zijn. Oké. Na uw aantreden is er veel kritiek geweest op benoemingen. Vooral de benoemingen van de First Lady en van Leo Brunswijk, de jongere broer van de vicepresident. En u had aangegeven tijdens een persconferentie van de zaak wordt besproken in de regeringstop en er komt een oplossing. Wat is het resultaat van die besprekingen? Wordt een aantal van die benoemingen teruggedraaid van deze twee specifieke personen? Ja, kijk, van die First Lady had ik ook gehoord dat hij 8-9 benoemingen had. Die heb ik tot nog toe niet gezien. Het enige wat ik weet is namens dat ze First Lady is, op basis daarvan ze een paar verantwoordelijkheden en taken heeft. En ze is inderdaad benoemd geworden voor RVC van staatsolie. En dat is meer om strategische redenen, omdat ook de eerste signalen waren dat de president zich moet bemoeien met staatsolie. Dat is voor vorige regeringen ook gebeurd. Ja, ik kan niet overal zitten. Dat doe je met een persoon die alles een beetje meevolgt. Ja, niemand heeft dat begrepen. Er is kritiek gekomen. We hebben ook ernaar geluisterd. We hebben ook gezegd, we gaan alle raden van commissarissen evalueren. Allemaal. Dat staat nu ook op agenda. En dan zullen we kijken namelijk of de personen gefunctioneerd hebben, niet gefunctioneerd hebben. En ook daar een besluit nemen. Voor wat betreft de kwestie van Leo Brunswijk, daar heb ik met de vicepresident goede gesprekken gehad. Dat die zaken ook teruggedraaid moeten worden. Ik heb afgelopen maandag weer met hem gesproken. Maar ik kan jullie moeten de evaluatie zo zien. We willen geen evaluatie op basis van incidenten. Die incidenten zijn in ieder geval symptomen dat er dingen niet geaccepteerd worden en die onderhevig zijn aan kritiek. Maar tegelijkertijd willen we een structurele evaluatie hebben. Ook naar zaken die niet zichtbaar zijn naar de samenleving, waardoor de samenleving geen kritiek of opmerking kan maken. En dat doe je met een evaluatie. We hebben de diepte en de breedte evaluatie gehad als regering. Afgelopen weekend hebben we ons teruggetrokken. Het is een heel crisis-evaluatie geweest. Er is ook een zelf-evaluatie geweest. De zwakke punten, sterke punten, verbeterpunten zijn allemaal zichtbaar geworden. De evaluatie wordt gecontinueerd op de ministerie. Op de ministeries moet je kijken waarom beleid daar niet goed gaat of waarom beleid stagneert. Ik ben ook daarin geïnteresseerd. Tegelijkertijd wordt de coalitiefractie geëvalueerd, staatsraadfractie wordt geëvalueerd, parastatale besturen worden geëvalueerd, de districtscommissarissen. En komende dagen zijn ze allemaal op agenda tot en met 31 juli. Alleen maar evaluatie van al deze zaken. Zodat we uiteindelijk hier een plan van aanpak gaan krijgen. Dit is geconstateerd aan zwakte, dit is geconstateerd aan sterkte, dit is geconstateerd aan verbeterpunten. En dan zie je dat bepaalde verbeterpunten gaan naar de regering. Bepaalde verbeterpunten moeten naar die coalitietop. Omdat er politieke issues zijn die besproken moeten worden. En bepaalde van de issues gaan naar de regeringstop. En zo hebben we afgesproken dat de issues van die benoemingen, die kritiek, komen in de coalitietop en in de regeringstop. Omdat er soms issues zijn die te maken hadden met ook de onderhandelingen. De onderhandelingen waarbij afgesproken waren de verschillende posities op alle niveaus en alle organen voor wat betreft de positionering van die politieke partijen. Wat je krijgt is namelijk dat sommige politieke partijen veel kader hebben, die kunnen ze aanleveren. Sommige politieke partijen hebben niet zoveel kader. Met als gevolg dat je vaker bepaalde personen terugziet in bepaalde posities. Nou, hier moet dan een duidelijk beleid komen op basis van wat we afgesproken hadden van eenheid van beleid en eenheid van bestuur. En ik heb hier afgelopen maandag weer met de VP gezeten en heeft gebeld naar zijn structuren. Luister, de president vraagt hoe het staat met die bemensing van die organen. En ik hoor hem nog zeggen, jere, telexonde megi unuting. Als jullie het niet kunnen invullen, dan ga ik de president vragen dat hij het mag invullen. Nou, kijk, daar is een voorbeeld van dat er afspraken gemaakt zijn. En ik denk dat dat die kracht moet zijn in het tweede jaar. Laten we
datgene wat we met elkaar hebben afgesproken van eenheid van beleid en eenheid van bestuur, we gaan uitvoeren. If you know Abba Kader en die andere partij heeft betere, zet die andere. Een ander ding is, als wij als coalitie dat niet hebben, en de Surinaamse samenleving heeft dat, zoek daar. En ik kan je zeggen, dit speelt nu met betrekking tot rekenkamer. En ik wil zoeken overal in de samenleving wie wil als voorzitter rekenkamer. Hier is profiel. En ik kan je zeggen, we vinden goede kandidaten. Maar op het moment dat men zegt, je benoemd is voor 5 jaar. Goede mensen beginnen te twijfelen. Ja, maar wat gebeurt met mij na 5 jaar? De huidige leden van de rekenkamer, die ja, wil niet de politiek meer, heeft dat beslist. Namelijk dat er een nieuwe rekenkamer komt. En de discussies zijn al aangevangen in het parlement. Het wordt gevoerd ook met de regering. De procedure is dat het parlement moet goedkeuren. En dat de president een besluit moet nemen. Nou, ik heb voorstellen al gehad. Mijn taak is om te toetsen aan de hand van profiel of die personen voldoen. En binnenkort krijgt de voorzitter van het parlement een brief van mij. Wie wel voldoet, wie niet voldoet. Maar omdat ik vind dat de kandidaat op die voorgedragen is niet voldoet, hebben we breed in de samenleving gekeken. En je vindt hele goede kandidaten. Maar of Nederlandse nationaliteit. Of je moet die mensen weghalen van het bedrijf en voor 5 jaar daar plaatsen. En de wet zegt, voor 5 jaar word je benieuwd. Wat daarna? Maar op grond waarvan is eigenlijk besloten om met een nieuwe kamer te komen? Voldoet de huidige niet aan de verwachtingen? Er zijn rapporten naar ons gekomen waarbij wij op basis van die rapporten beslist hebben dat het beter is dat we met een nieuw team komen. Als laatste issue, bij ons laatste gesprek had u gesproken over Suriname als hub in de luchtvaartsector in de regio en eigenlijk in de wereld. Hoe ver zijn die plannen om Suriname er meer economisch rendement daaraan verbonden wordt? Als je in staat bent met een grote maatschappij, en daarmee zijn we bezig, er zijn meerdere bedrijven, maar eerst te onderhandelen willen we met KLM eerst afronden. Het is al besproken, de ministers zijn al geweest. Het komt op mijn agenda als ik daar ben in september, dat ik met de leiding van KLM ook ga praten, ook met de leiding van de Nederlandse regering. Als we in staat zijn met een grote maatschappij samenwerking aan te gaan, dan is SLM direct opgenomen in een internationaal netwerk van vliegmaatschappijen. En die zijn er. Met als gevolg, als je ergens landt, zijn er direct verbindingsmogelijkheden. Tegelijkertijd maken die andere landen en die maatschappijen gebruik van SLM om hier naartoe te komen. Nou, hoe krijg je ze hier? Los van toerisme. Ecotourisme en andere dingen die zo geweldig zijn in Suriname, wat zo aantrekkelijk is in de wereld. Maak een hub voor al die personen die naar Zuid-Amerika willen gaan. Maak een hub van al die personen die naar de Caribische regio willen gaan. Want er is geen enkel Caribisch land in de regio, hier, die rechtstreeks vliegt naar Europa. Suriname is het enige land die dat doet. Nou, breng die mensen die naar Europa rechtstreeks willen vliegen. Want al die Engelse landen die vliegen eerst naar Engeland. En van Engeland vliegen ze verder. Nou, hier is die kans om een hub te maken. Met eerst SLM in een breed netwerk van vliegmaatschappijen. Maar tegelijkertijd koppel die airport. Als ze zijn een airport bestemd voor hub. Nou, laten we kijken welke maatschappijen bereid zijn om dit als hub met een deal, een goede deal met ons te accepteren. Zodat je hier dagelijks tientallen vliegtuigen kan landen. Niet zozeer met bestemming, eindbestemming Suriname, maar transit. En Suriname, wat internationale deskundigen zeggen, is geografisch, ook ten opzichte van luchtvaart, ten opzichte van scheepvaart, heel gunstig gelegen hier zo. En dat moeten we gebruiken. Dus dat is dat verhaal van die strategische ontwikkeling. En die studiegroep moet deze zaken heel goed worden uitgewerkt. Waarbij wij het komend jaar de eerste aanzetten willen geven met die summit. En tegelijkertijd moet je gaan werken in die Vision 20-sectie. Welk bestuur wil je hebben? Nou, daar hebben deskundigen de grondwetwijziging al aangegeven. Het zal een multi-year en meer regeringsjaren, meer regeringstermijn overschrijdend strategie zijn. Wat we willen met ons bestuur, willen we een sterke president hebben, willen we een ceremoniële president hebben, willen we gekozen districtscommissarissen hebben, hoe gaat de inrichting van Suriname eruit moeten zien. Als we weten, meneer Cairo, dat het maritiem gedeelte van ons tot 400 kilometer daar, die extended territory van ons,
groter is dan Suriname. Is groter dan vasteland Suriname. Met zoveel rijkdommen, die blue economy wat men noemt, daaronder. En welk bestuur hebben we daarover? Maar alle andere delen hebben die stresscommissaris. Waarom maken we niet die authority voor dat gedeelte? Of het nou een districtscommissaris zal zijn of een andere benaming. Zodat alle besluiten daar genomen kunnen worden in die authority. Als het gaat om scheepvaart, als het gaat om visserij, als het gaat om oil en gas, als het gaat om veiligheid, als het gaat om zoveel andere dingen. Die die blue economy in feite tegenwoordig eist om goed gecoördineerd op te treden. Nu is het nobody's land. Die mensen komen en roven ons vis en gaan weg. Dus nogmaals, dat is de grote uitdaging, dat we dat ook als een soort 11e district moeten gaan plaatsen met een authority, met een sterke mandaat. Maar ook voor wat betreft ons onderwijs. Ons onderwijs is nog steeds dat klassieke wat juristen afleveren, wat economen afleveren, wat public administration. Nee, het onderwijs moet een instrument zijn voor deze strategische ontwikkeling. In die oil en gas, in die agro-industrie, in het ontwikkelen van die geostrategische projecten die je hebt aangegeven, waardoor je eigen kader klaarstoomt om direct ingezet te worden. Want we leveren zoveel mensen af als universiteit, maar specifieke deskundigheid nodig is, halen we toch van buiten. Omdat ons onderwijssysteem niet afgestemd is op die doelstellingen van ons land. Dat is die uitdaging, dat is die Vision 2060 en dat moet, want de presentaties die je gezien hebt van Staatsolie. Meneer Cairo, dat hebben we binnen no time, in een tijd van 10 tot 15 jaar, 20 miljard US dollars aan inkomsten. Cash. Wat doe je met geld? Als die plannen er niet zijn. Maar tegelijkertijd, spaar- en stabilisatiefonds moet operationeel zijn. Want laten we sparen voor die volgende generatie. Laten we niet alles opmaken nu. En er zijn genoeg landen. Dit verkeerd gedaan hebben. Maar er zijn landen, zoals Noorwegen, die het prachtig doet. Ik heb al Zoom-meeting gehad met Noorwegen. We hebben ook bijstand gevraagd van Noorwegen. Kom ons helpen met die duurzame ontwikkeling van oil en gas, met die stabilisatiefonds. Dus deze zaken worden opgepakt door de minister van Buitenlandse Zaken. Dus nogmaals, we moeten gebruik maken van 1. De territoriale positionering. We moeten gebruik maken van de rijkdommen die we hebben als land, we moeten gebruik maken van de human capital wat we hebben, niet veel. 550.000 mensen. Dus je moet een beleid ontwikkelen dat je ook dit kader goed ontwikkelt op alle niveaus, maar tegelijkertijd een beleid ontwikkelt om kader aan te trekken om die duurzame ontwikkeling te brengen. Oil en gas, goud, door, maar tegelijkertijd agro-industrie, toerisme, ontwikkelen binnenland. Zorgen dat we een hub worden. Dan zijn we inderdaad een land waar alle Surinamers gebruik maken van de rijkdommen die we hebben. En dat is mijn droom. Hartelijk dank. Many thanks. Nou, het mooie van is dat de Sociale Zaken en Volkshuisvesting een heel gezegend ministerie is. In de zin van de prettige momenten, als we praten over prettige momenten, dan zijn het momenten waarbij we de blije gezichten zien. En natuurlijk dat ik net heb aangehaald dat het een gezegende ministerie is, omdat die dankbaarheid wat men toont vanuit de gezichtsuitdrukkingen, heeft geen prijs. En bij deze wil ik dan aangeven dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat binnen het werk dat je dan lekker in je vel zit. Want goede daden, het sociale werk wat wij kunnen verrichten richting de samenleving, die zorgt ervoor dat wij dagelijks opstaan vanuit het ministerie, dat we opstaan en kunnen zeggen dat wij vandaag weer iets goeds kunnen doen voor het ministerie. Binnen het beleid natuurlijk. Nou natuurlijk dat wij onderdeel zijn van het herstelplan. Dat wij intussen binnen 11 maanden ervoor hebben gezorgd dat er verschillende verhogingen in zijn gegaan. Want dat was ook een van de streven voor onze doelgroepen. Vooral de mensen met een beperking en de zwakke huishoudens. Waarbij de zwakke huishoudens, zoals u weet, van 33 SRD naar momenteel 1000 SRD is gegaan. Dus dat zijn een van de momenten waarbij we kunnen zeggen dat binnen korte tijd we hebben kunnen realiseren dat de mensen dan bij deze een verhoging hebben ontvangen. Apart daarvan kijken we niet alleen naar het verhogen van dat gedeelte, maar ook hoe wij richting de samenleving het makkelijker kunnen maken. Dat we de mensen dan kunnen helpen sparen, kunnen helpen ondernemen. En dat zal dan dat gedeelte van giralisatie een grote rol in spelen. Dus als ik kijk naar wat wij tot nu toe hebben mogen doen,
is dat apart van de onderraad die we hebben geïnstalleerd, kinderrechten, dat we ook kijken naar dat gedeelte van opvangen. Dus het effectieve wat wij tot nu toe hebben mogen realiseren, is dan die ondersteuning daadwerkelijk te brengen naar een bepaalde hoogte waarbij de mensen dan daadwerkelijk kunnen genieten van hun uitkering bij deze financiële bijstand. Vanwege de situatie was het natuurlijk moeilijk om uit te komen, maar bij deze dan de uitkeringen. Kijk, het meest prettige is dat ik kom zelf uit de private sector. En voordat ik minister werd, was ik voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs. Dus je bent daar in een positie vanuit de kant van de private sector. En dan heb je bepaalde wensen van de sector. Van hier, dit moet gedaan worden, dat moet gedaan worden. En dan zit je dan te klagen over ministers die niet naar je luisteren. Nu ben je in een positie om wel datgene te helpen realiseren wat je eerder gewenst had. Dus dat is het leuke moment van ik ben daar om nu de sector te helpen ontwikkelen op de manier zoals de sector dat zelf wil. Dat is wel leuk om dat zo te ervaren. Wel, het komend jaar, de komende 12 maanden, we hebben een programma zelf ontwikkeld. Hetgeen erop neerkomt van dat wij aan de randvoorwaarden willen voldoen om de boer beter te laten produceren. Er zijn er heel wat. Om te beginnen, kijk, we hebben laatst te maken gehad met wateroverlast. Maar hadden wij waterschappen in place gebracht de afgelopen jaren, daar hadden de boeren nu niet zoveel last gehad van het overtollig water. Dat is een van de zaken welke hoog op mijn agenda staat. Een andere zaak is productschappen. En er is een wet reeds ingediend door mij, via de president en de Nationale Assemblée, om dan de boeren te organiseren per subsector, per gewas. Allereerst boeren bij elkaar. Maar niet alleen de boeren, maar ook de verwerkers, de exporteurs, de kunstmestimporteur, de banken. Al die mensen aan één tafel brengen en hun het beleid laten uitmaken. Dat is het meest effectief model dat overal in de wereld gewerkt heeft. En het zal hier zeker ook werken. Dus dat zijn die randvoorwaarden. Wij willen ook werken aan goedkoop agrarisch krediet. Die voorstellen zijn ook reeds gedaan. De minister van Financiën heeft ook om te beginnen een 50 miljoen beloofd. We zijn nu bezig met de organisatie zelf. Samen met het ministerie van Financiën en de sector. Dat moet er nog komen. Er moeten verwerkingsbedrijven komen voor de producten die de boeren zelf planten. Maar waarvoor er ook markt is. Dus zo zijn we bezig op allerlei gebieden. Maar die randvoorwaarden, dat zijn deze zaken waar we moeten voldoen. Weer de boer zover krijgen dat hij beter gaat produceren, goedkoper gaat produceren en meer gaat produceren. Nou, heel fijn is dat ik de kans heb gehad om mijn land te dienen. En dat ik als minister de mogelijkheid heb gehad om dit land uit de crisis te halen. En we zijn vandaag een jaar verder. En laten we gaan kijken hoe wij nu na een jaar de zaken weer verder kunnen gaan realiseren. Want we hebben een hele troep opgeruimd de afgelopen periode. En nu is het echt realiseren van de beleidsgebieden. Als u zo kijkt naar de afgelopen 365 jaar, wat is uw meest substantiële bijdrage geweest aan dit land? Nou, een heleboel. Ik moet wel zeggen, ik ben zelfs buiten mijn beleid gegaan, omdat wij in situaties moesten inspelen zoals COVID. Het ministerie heeft de COVID-steunregistratie gedaan. We hebben de crisislijn opgezet. Daarnaast hebben we ook het ministerie helemaal geordend. Wat niet op orde was, arbeidsinspectie hebben we helemaal getransformeerd. We hebben binnen een jaar bijna 700.000 SRD aan boete binnengebracht. Nou, binnen een jaar, binnen 10 maanden tijd hebben we dat binnengebracht. En de arbeidswetten moeten worden bevorderd en weer geëvalueerd natuurlijk. Arbeidsmarkt, de vacaturebank wordt helemaal gemoderniseerd. Dus er zijn heel wat jeugdinstituut is geëvalueerd. Ik moet u zeggen, we zijn op heel wat gebieden zijn we veel verder gekomen dan het was. Dan de troep dat we hebben overgenomen. En nu zijn we eigenlijk op de versnelling dat wij nu moeten gaan uitvoeren. Prima. 2021-2022 ligt voor ons. Wat is uw hoogste doel voor dit komend beleidsjaar? Suriname uit die crisis halen. En als u kijkt naar een van uw vakgebieden, wat zou u
moeten kunnen zeggen na een jaar, dat heb ik ook gedaan. Ja, kijk, een zeker werkgelegenheid is onze ministerie beleidsgebied is zelfredzaamheid. Ik wil zoveel mogelijk ondernemerschap in zelfs kleine zelfstandigen wil ik zoveel mogelijk gaan stimuleren. SPWI, het Instituut voor Kleine Zelfstandigen, gaat daarbij een hele grote bijdrage leveren. Daarnaast het jeugdbeleid helemaal uiteenzetten. Het is al uiteengezet, nu is de uitvoering. Ik ga zelfs met internationaal ben ik bezig gesprekken te voeren en samenwerkingen aan te gaan om te kijken hoe wij het beleid kunnen uitstippelen samen en samenwerkingen kunnen hebben. En natuurlijk, werkgelegenheid is heel erg belangrijk op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, zodat iedereen een baan kan hebben straks. Het is niet de bedoeling, laat me duidelijk zeggen, het is niet de bedoeling dat arbeid een grote bedrijven gaat opzetten of neerzetten, maar wel dat wij ervoor zorgen dat die local content van ons, dat de mensen in Suriname, dat wanneer grote investeerders komen, een werkgelegenheid er is, bedrijven zijn er, dat wij onze mensen daar plaatsen en trainen en scholen, zodat zij de expertise hebben om in deze bedrijven te kunnen werken. Als minister heb ik zeer prettig ervaren. Ook belangrijk dat vele bezoekers die naar Suriname zijn geweest in de afgelopen periode, maar zeker rondom de onafhankelijkheid, dat we op tijd waren om een stukje vertrouwen internationaal te creëren en op die manier toch weer de aandacht te krijgen van de wereld. We hebben mooie bezoeken gehad. Vanwege COVID-19 is het niet zo geweest zoals we gewild hadden, maar er was een enorme interesse van regeringsleiders wereldwijd om hier te zijn. Ik vind dat een prettig moment, omdat het dan eigenlijk precies aangeeft waarvoor je in dienst bent genomen om dat stukje herstel te realiseren. Dus dat ervaar ik als positief. Ik denk substantieel langzaam aan, maar zeker, die inhaalslag plegen op het herstel van het vertrouwen en ons imago in de wereld. Het is enorm belangrijk. We kunnen doen wat we willen hier. De beste dingen doen en ik denk dat de regering goede dingen doet. Maar als we internationaal niet het vertrouwen hebben, dan zullen politici, regeringsleiders, internationale organisaties, maar ook investeerders niet zoveel interesse hebben in het land. Dus wij moeten een goed verhaal hebben. Ik denk dat we een goed verhaal naar buiten hebben gebracht. We hebben de resultaten daarvan gezien. We hebben goede relaties in de regio, Guyana, Brazilië en Frans-Guyana, intensief. Het is niet zo van we moeten vrienden blijven enzovoorts, maar het is intensief. Er is een agenda daarachter. En we hebben hetzelfde gezien in Europa met Nederland en met Frankrijk. We hebben ook hetzelfde gezien met India, China en Indonesië. Maar we gaan uitbreiden. Dus substantieel toch wel dat we het vertrouwen zo snel hebben kunnen herwinnen. Maar er is nog veel werk te verzetten. Zowel op het stuk van de politieke, diplomatieke inspanningen. Zeker op het stuk van de financieel-economische inspanningen die naar meer vertrouwen moeten leiden. Er is veel werk nog te doen, maar we zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren tot op dit moment. Als u het dienstjaar 2022 afsluit, wat moet het grootste zijn dat u heeft bereikt? Dat we in staat zijn het volk van Suriname te ondersteunen. Door middel van het aantrekken van investeerders, aantrekken van kapitaal, om die projecten uit te voeren waarin men ziet dat het eerste jaar bedoeld was om een stukje crisis te managen. Het tweede jaar, de rest van dit jaar, om een fundament te leggen van herstel en stabilisatie. En om in 2022 concreet te kunnen zeggen, dit hebben we gerealiseerd. Dus in 2022 op 16 juli wil ik hier op diezelfde plaats zeggen, we hebben 16 of 20 projecten in ieder geval aangevangen, een aantal helemaal afgemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat de leefbaarheid in Suriname, voor het Surinaamse volk, maar ook voor de investeerders, nationaal en internationaal, beter is geworden. En dat is maar een klein deel van het uiteindelijke plan, maar dat deel moeten we nu al beginnen te doen. Ik hoop dat we dat realiseren. Nou, wij hebben een enorme uitdaging overgenomen, waarbij de uitdagingen je kan opdelen in twee belangrijke zaken. En dat is die grote scheve verhouding tussen overheidsinkomsten en overheidsuitgaven en het vraagstuk van de schulden. En dat vraagstuk van de schulden zijn we nog bezig op te lossen. We hebben goede vorderingen gemaakt. Maar waar ik blij mee ben, is dat
we de overheidsinkomsten en uitgaven in balans hebben kunnen brengen. Niet monetair hoefde te financieren. Ook geen nieuwe leningen hebben moeten sluiten om uitgaven mee te financieren. Dat is gepaard gegaan met wat pijnlijke maatregelen. Die in mijn optiek niet prettig zijn, maar wel noodzakelijk zijn. Ik denk dat we een moment bereikt hebben dat er sprake is van stabiliteit. En dat we dat verder kunnen uitbouwen, zodat er rust ontstaat ook voor de bevolking. En dat de mensen ook zelf een beetje verlichting kunnen meemaken, kunnen voelen. Dat is denk ik een van de zaken die we hebben kunnen realiseren. En zoals eerder gezegd, het schuldenvraagstuk zijn we nog bezig op te lossen. Maar ook dat gaan we doen op korte termijn. Wat zijn de voornemens voor het dienstjaar 2021, 2022? Nou, om in ieder geval het financieel vraagstuk goed op orde te hebben. En zoals ik eerder zei, de stabiliteit verder uit te bouwen. De stabiliteit stabieler te maken, om het zo te zeggen. Zodat er weer groei kan ontstaan en verlichting kan ontstaan voor de mensen. Ik voel met de mensen mee. Het is moeilijk. Maar we hebben die vervelende, moeilijke, impopulaire maatregelen moeten nemen. Om de pijn niet ondraaglijker te laten zijn. Ik denk dat we nu het moment bereikt hebben dat we die pijn aan het verzachten zijn en helemaal aan het wegnemen zijn. En ik verwacht dat we in het komend jaar, komend regeringsjaar, daar een behoorlijke vooruitgang op zullen boeken. Dank u. Het is een heel, druk jaar geweest. Vanwege de vele problemen binnen de zorg. Zorg is in dynamiek, maar ook vanwege COVID-19. Ik moet zeggen, ik heb twee momenten gekend waar ik in ieder geval met wat meer ruimte kon ademen. En dat was de momenten dat we de eerste twee golven onder controle konden krijgen. Daar was echt wel even relief. Maar uiteraard zijn er ook minder goede momenten geweest op het moment dat die golven weer ontstonden. Dus laat me zeggen, ook het gevoel dat een conflict welke jarenlang bestaat, of een bestaanlijk achterstand of een oplossing die maar vooruit bleef en niet kwam. Als dat opgelost werd, dan heb je een gevoel van tevredenheid. En in ieder geval werk je dan er naartoe dat dit soort problemen, dat bepaalde problemen zich niet herhalen en gaan opstapelen weer. Dus er zijn leuke momenten geweest, prettige momenten. En het is niet het moment precies, maar het gevoel dat wanneer je een oplossing kan brengen voor een probleem, dat geeft een goed gevoel als minister. Wat is, omdat vooral ook vanwege de impact van die oplossing voor die samenleving. Ja. Wat is volgens u de substantiële bijdrage geweest aan het beleid in het afgelopen jaar van regering Santokki Brunswijk, CQ, het ministerie van Volksgezondheid? De bijdrage is geweest, u weet aan het begin heeft de president, zeker de regering gezegd, er zijn drie grote problemen. De financiële crisis, de COVID-crisis en de armoedebestrijding. En ze houden allemaal verband met elkaar. Maar mijn bijdrage als minister is geweest dat we tot zeker twee, nu drie, want we krijgen de derde COVID-golf nu langzaam onder de knie. Vooral met het vaccineren. Mijn bijdrage is geweest dat wij in staat geweest zijn met prudent beleid en verantwoorde maatregelen op basis van cijfers, data, evidence. Dat we in staat geweest zijn tweemaal de samenleving te bevrijden van het COVID-virus. En helaas natuurlijk de derde veel langer duurde vanwege de Manaus variant. Maar ook de bijdrage is geweest dat de toegang is geweest tot de basale gezondheidszorg. Met de vele moeilijkheden in de zorg, we toch in staat geweest zijn een aantal hoge betalingsachterstanden, grote betalingsachterstanden in te lopen. Problemen die, als je die niet zou oplossen binnen afzienbare tijd, dat de zorg op vele gebieden in gevaar zou komen. We hebben een aantal niet kunnen vermijden, helaas, maar ook daar wordt er gewerkt aan een oplossing. Wat zijn de voornemens voor dienstjaar 2021, 2022?
Het voornemen is dat ik als minister me minder ga bezighouden met COVID-19-beleid. Beleid sowieso, maar minder het gezicht zal zijn, dat kan ik de samenleving nu zeggen. Ik zal minder het gezicht zijn van COVID-19, dat staat al vast. Dat heb ik al gedaan uit een zelfreflectie, uit een interne evaluatie. Maar ook binnen de regering evaluatie. De minister van Volksgezondheid omvat veel meer dan COVID-19 alleen. En ook daar kijken we binnen onze organisatiestructuur. Hoe COVID-19 nu als een long-term issue, een long-term probleem aangepakt moet worden. Dus nu niet meer ad hoc beleid of bestrijden van het virus. Maar hoe het op de long run, het COVID zal blijven. En dat deze minister zich inderdaad veel meer gaat bezighouden. Veel meer tijd zal vrijmaken voor, en dat door het loskoppelen van COVID, dat je ook veel meer tijd. Dat geeft niet aan, dat wil ik direct zeggen, dat geeft niet aan dat we niet hebben gewerkt vanuit het beleid aan andere vraagstukken. Ik heb voor mezelf laatst een evaluatie gehouden en we waren zeker met 19 beleidsgebieden bezig. Van preventie tot, noem het maar op, dialyse, NCD's aanpak en suïcide, dus mental health. We hebben gewerkt, we hebben ons best gedaan in een jaar om een aantal zaken goed in beeld te brengen. Het babyvoedingproject die wordt hopelijk op midden augustus reeds geïnitieerd. Er zijn al een plan, zal besproken binnen de regering. De minder draagkrachtige, de mensen die gesubsidieerd moeten worden qua babyvoeding, die zijn ook al in beeld. Dus we gaan dat uitvoeren. Er wordt nu even gewerkt aan de logistiek. En de interdepartementale commissie die daarvoor is. Dus Volksgezondheid heeft nog steeds veel uitdagingen. En hopen natuurlijk dat heel veel mensen zich blijven vaccineren. Anders moet je weer teruggaan naar een moment dat je weer constant de druk op de zorg zal hebben door COVID-19. En dan kom ik er als minister helaas niet aan om me weer bezig te houden met de intensieve aanpak van die COVID-19. Maar we gaan daar ook goede oplossingen voor zoeken. Ja, ik moet aangeven, het is niet één bepaald moment. Kijk, de hoofdbeleidsgebieden van het ministerie zijn namelijk mijnbouw, energie en water. En vooral als ik als voorbeeld mag nemen energie. Elke keer weer wanneer we een elektrificatieproject opleveren. De blijde gezichten van de mensen die het in feite niet langer voor mogelijk hadden gehouden. Ooit een keer eenmaal 24 uur stroom te zullen krijgen. Nou, die blijde gezichten, ja, die doen me heel wat. Dus dat zijn hele blijde momenten. En zo heb je die ook bij de oplevering van waterprojecten. Dus ik kan niet zeggen één bepaald moment. Maar het zijn meerdere momenten in dat ene jaar geweest. Wat is volgens u de meest substantiële bijdrage die u geleverd heeft in het afgelopen jaar? Ik denk dat we, als ik terugga helemaal naar het begin, als ik vergelijk het ministerie dat wij toen hebben overgenomen met wat het nu is, de organisatie. Ik denk dat de manier waarop we het ministerie hebben ingericht, qua organisatie, qua structuur, dat het nu zodanig is dat alle drie de hoofdbeleidsgebieden van het ministerie zich kunnen excelleren in hun, op hun respectievelijke taakgebieden. En ze hebben alle ruimte daartoe door het instellen bijvoorbeeld van aparte directoraten en één directoraat algemeen beheer dat zich bezighoudt met bijvoorbeeld administratieve financiële aangelegenheden, zodat de beleidsgebieden, de directoraten die focus hebben op hun respectievelijke beleidsgebieden. Ik vind dat op die manier het werk organiseren, dat het tot hele effectieve, maar ook efficiënte realisatie van de doelstellingen zorgt. Wij gaan door met het uitgestippeld traject ten aanzien van mijnbouw, bijvoorbeeld de ordening van de kleinschalige goudsector, maar ook het binnenhalen van investeerders in de sector. Water hebben we gezegd, onze leidraad is Sustainable Development Goal nummer 6.
ja, schoon drinkwater voor iedereen in Suriname. Maakt niet uit waar van Suriname je woonachtig bent. We gaan door ermee, maar ook ten aanzien van energie. Ten aanzien van olie en gas, het exploratieprogramma, appraisal van de olieputten. We blijven onze ondersteuning geven, maar ook ten aanzien van elektrificatie. Ja, iedereen in Suriname moet toegang hebben tot 1x24 uur stroom. We werken keihard daaraan. Belangrijk, het gaat om één regering, eenheid van beleid, eenheid van bestuur. Wij zitten in crisis, er is een herstelplan. En vanuit het ministerie gaan we onze bijdrage leveren aan in elk geval de realisatie van de doelen gesteld in het herstelplan. Als ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zullen we onze bijdrage daartoe zeker leveren. Nou, verschillende soorten prettige ervaringen. Het prettigste is natuurlijk dat je mag helpen, mee mag helpen het land uit de crisis halen, dat je het volk mag dienen. Dus als je dat elke dag mag doen, is het elke dag een prettige ervaring. Wat is tot nu toe de meest substantiële bijdrage geleverd vanaf uw aantreden? Nou, jullie kennen mij. Ik ga mezelf niet beoordelen. Ik laat de beoordeling over aan de president, de vicepresident, mijn collega's, het volk. Wat ik net zei, ik sta elke dag gemotiveerd op om het volk te dienen. En ik hoop dat aan het einde van de rit mijn bijdrage een wezenlijke bijdrage is geweest. Dat de mensen zeggen, hij heeft het goed gedaan als minister. Maar er zijn toch wel enkele concrete zaken die u kan aanhalen. Kijk, public sector reform valt onder mij, het overheidspersoneel valt onder mij. We hebben heel veel gedaan, de landsdienarenregistratie. We zijn nu bezig met een plan van aanpak om die aan het eind van het maand te presenteren aan de president. Dus verschillende dingen, ik zie niet een groot ding of een klein ding. Het zijn allemaal wezenlijke bijdragen geweest. Zijn er voornemens? Wat zijn de voornemens voor het dienstjaar 2021-2022? Public sector reform. Dat is het voornemen van onze ministerie, het hervormen van de overheid, het efficiënter maken van de overheid. En dat gaat van boven naar beneden, het gaat het personeelsbeleid bekijken, we gaan automatisering bekijken. Dus het woord voor ons was vorig jaar dienstbaarheid, nu is het dienstbaarheid en public sector reform. Tot slot, is er nog een belangrijke boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Nou, nogmaals, dat heb ik al eerder gezegd. Bedankt voor jullie geduld. Bedankt voor jullie vertrouwen in ons. Er is nog heel veel ruimte tot verbetering. En wij gaan die ruimte ook aanpakken. Maar wij beloven u, wij gaan u niet schaden. Wij gaan het volk niet schaden. We gaan stap voor stap gaan we uit deze crisis komen. Wat ik prettig vind, is dat die hele samenleving meedenkt. Ze zijn kritisch. Ze hebben honderden vragen. En men geeft zinvolle, opbouwende kritiek waar ik een heleboel mee kan doen. Dat is één. Twee is, je hebt een groep leerkrachten in het veld en een groep schoolleiders die zo gepassioneerd zijn voor wat er voor hun werk om het beter te maken. En dat heb ik echt als prettig ervaren. Het is een backing voor wat je doet. Ik wil niet zeggen dat die hele samenleving die backing op dit moment geeft. Maar de hele samenleving denkt wel mee. En dat vond ik prettig. Heel mooi. Wat is de meest substantiële bijdrage in het afgelopen jaar aan het beleid van de regering? CQ, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur? Nou, COVID was een enorme uitdaging. Niemand was gewend aan een ramp. Men heeft in Suriname lang geen echt rampen meegemaakt. En dit was een ramp. En dat was een enorme uitdaging. Maar we hebben samen met het ministerie van Volksgezondheid hebben we de beste protocollen kunnen ontwikkelen. Die protocollen hebben gewerkt. Want wat we hebben gezien is dat de besmettingen op school heel laag waren. Ook nu zijn de besmettingen laag. Ik heb net een rapport gehad over de besmettingen op de middelbare scholen. En dan zie je op elke school zie je één enkele student die ziek is geworden. En dat betekent dat de protocollen goed worden nageleefd. Dus wat dat betreft hebben we een grote bijdrage geleverd in het niet verspreiden van COVID. De docenten en de studenten hebben op het schoolerf in elk geval zich aan de protocollen gehouden. En wat ik nu hoor is dat de meeste besmettingen die we hebben gehad, ook al is het maar één per school, twee per school, dat die besmettingen buiten zijn opgelopen en niet op school. Dus ik vind dat we daar een hele grote bijdrage
hebben geleverd om de school open te houden voor een heel groot deel van het jaar. En toch niet veel besmettingen hebben opgeleverd. Zijn er voornemens? Wat zijn de voornemens voor dienstjaar 2021-2022? Spannend, want we hebben een aantal maanden geen school gehad. Ook al zijn we overwegend open geweest, maar als je 4 maanden geen school hebt gehad, zijn er achterstanden. Ik wilde dat woord vroeger niet gebruiken. Maar het is het woord dat men het beste begrijpt. Dus je moet die hele school, en dat is een massa van 150.000 mensen, moet je toch zien vooruit te stuwen. En het plan dat hebben we ontwikkeld, dat is het plan dat we nu met allerlei stakeholders zitten te bespreken van hoe voorkom je dat je stilstaat. En voor ons is stilstaan absoluut geen optie. Dus we gaan die hele massa van leerlingen vanaf de lagere school, kleuterschool, tot en met de middelbare school en alle middelbare beroepsopleidingen, gaan we heel even vooruit schuiven. En dat is een uitdaging. Dat is echt een hele interessante uitdaging. Maar gelukkig sta ik er niet alleen voor. Ja, dankjewel. Laat me u aangeven dat ik deze 1 jaar de Almachtige als eerst willen bedanken dat hij apporteert naar gelegenheid en dat 1 jaar regering Santokki Brunswijk mag ik zeggen dat ik heel tevreden terugblik aan die 1 jaar. Ik weet dat het beter kon, maar waarom zeg ik dat ik tevreden ben? Omdat 16 juli 2020 hebben we overgenomen als regering Santokki Brunswijk. En direct daarna, en laat me het zo stellen, dat tijdens de formering van deze regering, de exit-regering heel snel willen overdragen. Zag meneer Brunswijk, ik wil direct overdragen. Ja, en hij zegt, waarom geen 12 augustus als we het moeten horen? Zeg, nee, we willen direct. En daarna heb ik begrepen dat omdat men geen salaris kon betalen over de maand juli, zo zouden ze geen salaris kunnen betalen. En ze hadden een groot probleem. Maar toen we hebben overgenomen als regering, heeft de president van de Republiek Suriname, Tjadika Posat Santokki, heel duidelijk kenbaar gemaakt wat we hebben overgenomen. Een lege kast en de economisch-financiële crisis die we hebben moeten doormaken binnen 1 jaar. Is niet mals. Als je geen goede leiderschap hebt, of je bent niet een goede leider, had je nooit 1 jaar lang vol kunnen houden. Maar dat is nog niet helemaal het geval. We zijn nog in een COVID-crisis die de hele economische situatie van Suriname en niet alleen Suriname heeft ontwricht. Ik ben ervan overtuigd dat we een heel goede job hebben gedaan, Santokki Brunswijk, dat we elke maand zonder om te gaan lenen salaris te kunnen betalen en dat we, je moet niet schrikken, dat we binnen deze jaar, 1 jaar, het hele systeem is gestabiliseerd. We moesten 1 jaar lang evalueren waar alles fout is gegaan. Op elke ministerie hadden we heel veel moeten evalueren. En daarna moet je oplossingen zoeken. En daarmee zijn we bezig op geëvalueerd. 1 heel jaar lang. Ik weet dat de gemeenschap ongeduldig is. Ik vraag bij deze nog een beetje geduld. We hebben geëvalueerd, we hebben gezien waar die knelpunten zitten en we gaan nu verbeteren. Ja, waarom heb ik dat gezegd? We hebben een herstelplan in elkaar gezet. Hoe gaan we herstellen? En er zijn zoveel hoogtepunten die we nu gaan krijgen binnen de komende jaren. Dus ik vraag de regering, de gemeenschap, om nog wat geduld. Want après is gewoon morgen in een winkel.
brandstofprijs is behoorlijk omhoog gegaan. De koers is gestegen van 7,5 naar 21 zelf. Dus al deze dingen maken dat die mensen een beetje radeloos worden. Maar ondanks dat vraag ik de gemeenschap om geloof te blijven hebben. We hebben geëvalueerd een jaar lang. We hebben een aantal zaken in place gebracht. En we gaan nu moeten komen met projecten voor de gemeenschap. Dus, volk van Suriname, we hebben geëvalueerd. En we vragen nog een beetje geduld van jullie. Het komt goed. Wij zijn als leider hier om Suriname weer heel goed te maken.